Veel publiek zondag op Sportpark Seelst bij de topper in de zondagtopklasse tussen UNA en VVSB. De nummer 3 tegen de nummer 2. Mark Schenning koos voor zijn vertrouwde opstelling met Peter Stoskovic in de goal. Achterin met Horsten, Tiebe, Huibe en Scheerling. Op het middenveld Sebrechts, Stottelaar en Brian Bogers. En voorin Benjamin van Wanrooij, Joren Sveres en Rob van Boekel. We zien hier UNA met de eerste mogelijkheid van de wedstrijd als Benjamin van Wanrooij naar binnen komt. Maar zijn rollertje wordt gepakt door de doelman van de bezoekers uit Noordwijkerhout, Ronald van der Meer. Corner dan voor VVSB en de kopbal is hier van verdediger Peet van de Slot. Maar Brian Bogers redt op de doellijn. Hij voorkomt een vroege openingstreffer van de bezoekers. Hier opnieuw VVSB met een lange bal. Gezocht wordt naar aanvoerder Vladimir Jozic. Hij probeert het met een lopje, maar Peter Stoskovic is op zijn hoede. En dus blijft het nog steeds 0-0. Hoekschop dan aan de andere kant voor UNA als hier de kopbal is van Joren Sveres. Maar dat is een makkelijke prooi voor de doelman van VVSB. We zitten dan inmiddels vlak voor rust als hier een aanval is van VVSB. Gezocht wordt naar rechtsback Peet van de Slot. De bal stuiter hij haalt uit en vanuit een onmogelijke hoek is daar de 0-1 voor VVSB. De rechtsback weet ook niet wat hem overkomt, maar uit onmogelijke hoek, ja, is het een voorzet of is het een doelpoging? Hij gaat er in ieder geval in en zo is het vlak voor rust 0-1 voor VVSB. Ook in de tweede helft een sterker VVSB. Met hier de nummer 10 Frans van Niel. Hij treft de linkerpaal naast Stoskovic. En zo blijft het 0-1. Hier opnieuw een aanval van VVSB als de bal komt bij spits Michael van Laren. Maar opnieuw is daar Peter Stoskovic die UNA in de race houdt. En het blijft dus op dit moment 0-1. Mark Schenning zet dan alles op de aanval. Haalt Willem Tiebe naar de kant en brengt spits Ron Jansen. VVSB blijft veelvuldig aan de bal. Is heer en meester, maar het is nog steeds het minieme verschil waardoor UNA... ja, kans blijft houden op de gelijkmaker. Het is hier Teun Sebrechts die de bal verovert op Ron Jansen. Hij stuurt Benjamin van Wanrooij diep. De voorzet is op Brian Bogers en Bogers zorgt voor 1-1. Onverdiend, maar hij telt wel. UNA liep de hele wedstrijd achter de feiten aan, maar in de 89ste minuut is het dan toch 1-1. Sebrechts verovert de bal op Ron Jansen. Ja, de diepe bal is goed. Benjamin van Wanrooij behoudt het overzicht en in het midden blijft Brian Bogers heel beheerst. En zo is het 1 minuut voor tijd weer gelijk. UNA hoopt dan nog op meer en Mark Schenning geeft hier de aanwijzingen aan Pieter-Jan Scheerling. Gezocht wordt hier op rechts naar invaller Nick Tielemans. Tielemans met de voorzet. Brian Bogers probeert in het midden, maar er is bij de tweede paal Ron Jansen. En zo is het 2-1 voor UNA. Wie de hele wedstrijd heeft gezien zal niet geloven dat UNA met 2-1 zou winnen. Maar in de 92ste minuut is het dan toch 2-1 voor UNA. En het zijn de invallers die het doen. Hier Nick Tielemans met de voorzet en bij de tweede paal Ron Jansen die de 2-1 maakt voor UNA. In de slotfase dan nog een vrije trap voor VVSB nadat Peter Stoskovic de bal te lang vasthield. Maar die bal strandt in de muur en zo wint UNA de topper met 2-1. Ik denk dat we tot de 89e minuut niks te vertellen hebben gehad. Geen kans gecreëerd en in 3 minuten tijd 3 kansen krijgen waarvan we de 2 maken. Dus een knotsgekke wedstrijd. Hoe is dat mogelijk, dat dat op het einde dan wel lukt? Ja, je gaat opportunistisch spelen, je gooit er een aanvaller bij. En je gaat 1-op-1 achterin spelen. Een bal valt, de eerste valt goed. En die wordt dan binnengeschoten door Brian. Ja, en dan zie je weer een klein beetje geloof. En aan de puntendeling hadden we niks, dus zijn we zo doorgegaan. Ja, met 2 punten ingelopen. Ja, als je het goed bekijkt wel, ja. Gestolen punten tellen ook. En daar sta je nu tweede. Je houdt nog vizier op de eerste plaats. En er moet weer een motivatie voor de jongens zijn.